Nou, de test van de helmutsjes. Ik heb er hier 6 neergelegd om ze met elkaar te vergelijken. En ik ga er eentje weghalen, dat is deze natuurlijk. Maar je ziet soms mensen met een dikke wintermuts onder een helm rijden. Ja, ziet er niet uit. Dit gaat zweten. Dit wordt nat. Dit is gewoon erg irritant. Dus ik leg die ook gewoon direct nu weg. Dus, we hebben er 5 over. 5 goede mutsjes, dus dat is wel even lastiger. Misschien wel lastiger kiezen. Deze, Erima. Erima is misschien een beetje een ouder fietsmerk. Dit is eigenlijk mijn hardloopmutsje, moet ik zeggen. Super dun. Geen speciale oorpaddings. De speciale ooruitstulpingen die de meesten wel hebben, zoals deze bijvoorbeeld. Hè. Dit is een agu-mutsje van vlierstof. Deze is een oude van... Wie het logootje nog kent. Oude logo van tijdschrift Fiets. Ook met speciale. Fijn dat het over je oren valt. En dan de meest luxe van Castelli. Dit is de Summer Skull Cap. Dus echt super dun. Je ziet bijna mijn hand te denken. Ja, je ziet het er echt doorheen. Mooi. Echt meer voor in de hitte als je de bergen oprijdt. En dan niet het zweet in je ogen wil hebben. En natuurlijk gewoon dat je als je helm even afdoet, even een blitse skullcap hebt van dit mooie Italiaanse merk. Deze is eigenlijk een stuk functioneler in mijn ogen. De windstoppen met Gore techniek, Gore materiaal van Castelli. Dus mooi mutsje, ook dik materiaal. Kijk, het materiaal zeg maar van die en deze, die zijn wel echt gelijk. Dus dan moet het echt wel in mijn ogen ja, winter voor zijn. Moet het echt wel serieus koud zijn, want anders krijgt het veel te snel te warm. Dan zit het op zich prima. Het is een heel dun mutsje. Of ja, deze zelfs. Voor echt, ja, in de winter is het niks. Maar op zich kunt hij nog best wel een poosje mee uithouden. Dus ten opzichte van zeg maar geen mutsje of wel, is dit toch wel, ja, houd je toch wel een stukje warmer. Al is het natuurlijk geen vergelijking met de echte winter skullcaps. Dus wat ik zou doen, mocht je dit op YouTube zien, ik zal een verschil maken tussen de winter- en de zomer skullcaps. De modellen op een rij. Ook natuurlijk die van Assos erbij, de RoboCap. En dan zie je ze allemaal op een rij. Maar mocht je dit op YouTube zien, zal de link onder deze video zetten.